Vandaag gaan we een kijkje nemen achter de schermen van Omroep Wolraven. We gaan onderzoeken hoe een uitzending tot stand komt. En daadwerkelijk op het televisiekanaal van Omroep Wolraven verschijnt. Kortom, we gaan van niets naar iets. Omroep Wolraven is een organisatie van vrijwilligers die zich tot doel hebben gesteld elke dag een reportage op de tv te brengen. Nu op Psychokanaal 46. Hoe het allemaal tot stand komt, gaan we in deze reportage zien. Het begint op de woensdagavond. Dan is er elke week een redactievergadering. Daar wordt bepaald wat en hoe en welke reportages gemaakt gaan worden. Iedereen kan op die avond zijn zegje doen en nieuwe ideeën aandragen. Ja, hoe komen wij aan onze onderwerpen? Nou, je hebt natuurlijk op de eerste plaats een bepaald netwerk. En iedereen heeft zo zijn eigen netwerk en er gebeurt van alles. Dus, nou, dat wordt op de woensdagavond uitgewisseld van, dit is misschien leuk, ik heb gehoord dat er daar iets te doen is. Kunnen we daar iets van maken? Maar iedereen houdt ook zijn sociale media bij. Je leest de weekkrantjes, huis- en huisblaadjes. Verder in de krant. En ja, we krijgen natuurlijk ook onderwerpen aangedragen. Van ja, her en der. Alle gemeenten bijvoorbeeld. Of verenigingen. Ja, noem maar op. Onder de bezielende leiding van een zeer actief bestuur wordt dan alles uitgewerkt en de lijst van de te filmen items wordt opgesteld. Het leuke is van ons omroep dat we alle mensen in hun waarde lagen. Iedereen heeft ruimte om zijn ideeën te spuien. Dit wordt echt niet vanaf bovenaf gestuurd, het wordt alleen maar begeleid. Met de intentie om iedereen toch zich te ontwikkelen in zijn hobby die hij leuk vindt. En juist daardoor, mede gezien de achtergrond waar de mensen allemaal vandaan komen, zo verschillend is, heb je ook verschillende invalshoeken. En daardoor krijg je dus een gevarieerd aanbod van content. En als iemand daar waarde aan heeft, heeft hij die ruimte om dat hier te laten zien. Een reporter en een cameraman of vrouw worden erop uitgestuurd, waarbij de reporter contact legt met de mensen die gefilmd en eventueel geïnterviewd gaan worden. Dat afspraken maken is best nog wel een werkje, want je moet dan een nummer opzoeken, kijken wie je te pakken kan krijgen om te interviewen. Kijken of hij thuis is, als hij niet is, moet je wel even een boodschap inspreken of een e-mailtje sturen. Nou ja. Uiteindelijk krijg je dan een afspraak en dan moet je nog even kijken of dat je een cameraman of vrouw erbij kunt plannen op dezelfde dag. Nou ja, meestal lukt het er allemaal prima. De cameramensen mogen zeker niet vergeten worden, want zij dragen er in hoge mate aan bij hoe het plaatje eruit komt te zien. Samen gaan ze naar de plaats waar het interview plaats zal vinden. Ter plekke wordt er samen een plan van aanpak gemaakt. De reporter neemt met de interviewer persoon de vragen door en de cameraman of vrouw stelt de camera op en regelt alles voor een optimaal geluid. Om het geluid helemaal goed te krijgen, dat is vaak nog niet zo makkelijk. Je hebt te maken met de ruimte waarin je bent. Daar is vaak een echo of het klinkt heel dof. Of er is heel veel achtergrondgeluid. En om het goed te krijgen, moet de interviewer ook zijn best doen. Die moet de microfoon dichtbij houden bij zichzelf en bij de geïnterviewde. Soms zijn er omstandigheden dat je maar niet dichtbij kan komen bij degene van wie het geluid op wil nemen. En dan moet je de interne microfoon gebruiken. En dat heeft dan weer het nadeel dat er heel veel
bijgeluiden op komen staan, zoals hoestende mensen en rinkelende koffielepeltjes. En al dat soort dingen maakt dat het geluid vaak nog ongrijpbaarder en lastiger goed te krijgen is als het beeld. Na afloop van het interview worden alle opnames in de cloud gezet en kan de editor aan het werk. Hij gaat eerst de opnames bekijken en het interview beluisteren. Zo nodig wordt er geknipt en geplakt tot er een mooie, maar vooral interessante film ontstaat. Ik krijg materiaal binnen van mijn collega's en dat de eerste stap is dat ik dat helemaal moet opnieuw gaan bekijken. Van waar gaat het precies over de uitzending, wat zijn de dingen die interessant is om te laten zien en wat niet. En daar gaat heel veel tijd in zitten. Vervolgens moet ik er toch een verhaal van te maken, ondanks dat ik wel in grote lijnen weet wat het is. Moet ik toch iets van maken, zodat het interessant is voor de kijker om het te bekijken. Wanneer de editor de reportage klaar heeft, exporteert hij of zij het weer naar een andere map, namelijk gereed voor uitzending. Wanneer het in gereed voor uitzending staat, wordt het gecontroleerd, eventueel aangepast en in de uitzending gezet. En dan zijn wij aan de beurt. Wij controleren vervolgens de uitzending die binnen is gebracht op kwaliteit en op geluid en op waarde. Vervolgens wordt die ingepland in de uitzending op de desbetreffende dag. Uploaden we hem naar Vimeo, Facebook en YouTube en in onze eigen map van Omroep Walraven, zodat u altijd terug kunt kijken, eventueel op dag en op datum. Dat dit allemaal specialistisch computerwerk is, is wel duidelijk. Ook bij Omroep Walraven staat de vooruitgang niet stil. Na aanschaf van een drone en in opleiding tot dronepiloot kunnen er prachtige plaatjes gemaakt worden. Een nieuwe uitzending begint op het half uur en wordt 24 uur elk uur herhaald. En zo ontstaat van niets iets.